De restauratie van het huis van Elisabeth Samson aan de Wagenwegstraat is vandaag officieel begonnen. Dit gebeurde samen met de onthulling van het bord over de aankoop op het terrein door de stichting Elisabeth Samson Huis onder voorzitterschap van Cynthia McLeod. Het pand is aangekocht op 19 januari 2021 dankzij een schenking van de Nederlandse Postcode Loterij. Voorzitter McLeod geeft aan dat de stichting dankbaar is dat zij het gebouw mochten kopen. Zij benadrukt dat de aankoop voor de Surinaamse samenleving is, voor het behoud en voortzetting van de geschiedenis. We zijn ons zeer bewust dat we een grote verantwoordelijkheid op ons nemen. We gaan dit gebouw op eigen kosten restaureren. En dan maken tot het Elisabeth Samson Huis. En we zijn ons goed bewust van die verantwoordelijkheid. En duidelijk wil ik erbij zeggen, dat wat we gaan doen, dit gebouw dat er gaat staan, is niet voor ons. Het is voor de totale Surinaamse gemeenschap. De Surinaamse gemeenschap gaat trots moeten kunnen zijn op dit gebouw. En op de geschiedenis en alles wat zich hier afspeelt. Volgens de secretaris van de stichting, Duncan Brunings, beginnen de restauraties vandaag aan de buitenkant. U hoort ook bestuurslid Ingrid May, die aangeeft dat de restauratie 1,2 miljoen US dollar gaat kosten. Een deel hiervan is afkomstig vanuit de schenking van de Postcode Loterij. Het gaat ongeveer 11 maanden in beslag nemen. Wat dat gaat inhouden is dat vooral aan de structuur van het gebouw gesleuteld gaat worden om het weer helemaal in orde te maken. En verder zal de buitenkant helemaal in orde worden gemaakt. Dus tegen het eind van het jaar zullen we dus van de buitenkant zien dat het gebouw helemaal in orde is. En daarna gaat er een fase aanbreken dat elk van de bouwlagen, zeg de begane grond, de eerste, de tweede en de derde etage, dat die aangepakt zullen worden. Dat is het binnenwerk. Afbouw, dat zal ook wel iets van 8 maanden in beslag nemen. Het eerste gedeelte, dat is al gerealiseerd. We hebben ontvangen van de Nationale Postcode Loterij €500.000. En daarmee hebben we alvast de aankoop van het gebouw kunnen doen. En met het restant en nog donaties van een aantal Surinaamse bedrijven, hopen we in ieder geval de eerste fase, waar meneer Brunings het over heeft gehad, om dat te kunnen financieren. En hebben we in ieder geval de eerste fase, de casco-fase, hebben we dan afgerond met de middelen die we hebben. Bestuurslid Ingrid May en daarvoor secretaris Duncan Brunings van de stichting Elisabeth Samson Huis. Zij spraken vanmorgen bij het start zijn van de restauratie van het huis van Elisabeth Samson aan de Wagenwegstraat.